En wat zou de maximale frequentie zijn van je zegt van oké, je moet niet vaker dan zo vaak naar zo'n festival gaan? Nou ja, wat ik me dan zo kan bedenken is inderdaad, als je niet kan eten doordat je aan de drugs zit, ja, dan heb je eigenlijk het probleem al. Want je kunt er dan weer niet voor zorgen dat die eiwitsynthese ook weer aanblijft, zeg maar. Dus ik denk dat dat sowieso probleem 1 is. Dat je dan niet meer in een anabolische fase zit, zeg maar. Ook vooropstellende natuurlijk dat we ook rekening moeten houden met de neurologische schade die je oploopt van drugs. De neurologische schade die bijvoorbeeld de ecstasy of speed kan brengen aan neuronen in de hersenen, zeg maar. Daar kan je best wel echt een tik van krijgen. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door XXL Nutrition. In de zomer flaneren op een festival en in de winter in het weekend lekker naar je lokale kroeg. Zuipen en af en toe wat anders doen. Het heeft allemaal invloed op jouw progressie in de gym. Helaas, festivals zijn weer afgelopen, dus ben je verdoemd tot de kroeg zelf. Vandaag gaan we het hebben over de effecten op onze progressie van onze recreatie met de enige echte Jonathan Salm. Jonathan, dankjewel. Welkom. Of in ieder geval, bedankt dat we welkom zijn in deze geweldige gym. Het kan zijn dat je soms wat ruw ijzer hoort klappen, aangezien we bij Fox Gym zijn in Den Bosch. Super tof. Zoals ik al zei, we gaan het vandaag hebben over alcohol en drugs. Taboe woord. Want welke effecten heeft alcohol op onze progressie? Voor de gemiddelde groeimaat die 5-6 keer in de week naar de sportschool gaat en in het weekend op een festival staat te zuipen of in de kroeg staat of weet ik veel wat. Moeten we dan ieder weekend voor ons stellen? Laten we zeggen 2 keer in de maand. Dus onderweek minimaal. Oké, en dan gewoon eenmaal tot het naadje. Ik denk het wel. Ik denk dat we het daar wel op kunnen stellen. Vooraf zeggen dat ik daar gelukkig geen ervaring mee heb. Voor de periode dat ik nog dronk, kon ik me altijd herinneren dat ik de katers echt vreselijk vervelend vond. Dus ik ben daarom snel gaan bodybuilden en dat ik dacht van ja, dat is wel voor mij. En dan heb ik ook niet zo'n probleem met die katers die daar dan bij gepaard gaan. Ja. Maar als we dan als casus moeten stellen dat de gymbro 5 keer tot 6 keer in de week naar de gym gaat en dan 2 keer... Nou, laten we gewoon zeggen elke week. Gewoon iedere week. Één keer, of hij zuipt zijn kop eraf of het een veelvoudig aantal biertjes. Oké. Ja, weet je, het zit... Ten eerste gelijk je herstel in de weg. Want je moet natuurlijk herstellen van die kater. Je raakt uitgedroogd. Je drinkt sowieso niet genoeg om die hydratatie weer op peil te krijgen. Ja. Dus voordat je dan daar weer eigenlijk van op de rit bent, dan ben je toch al wel weer 2,5 dag verder. Uitdrogen en weer hydrateren, daar gaat best wel wat tijd overheen. En stel nou dat je dat gedaan hebt dan, en je denkt van nou, hè, ik gooi die zondag gewoon mezelf helemaal lekker vol met water. Ja, dat kan, alleen vaak is dat niet genoeg. Hè, omdat je dus, wanneer je alcohol drinkt, jezelf ook weer uitput van mineralen. Ja. En zodra jij die niet weer aanvult, want dan kun je alsnog wel heel veel drinken, dan zul jij ook nog steeds je herstel in de weg zitten. Ja, precies. Dus dat vooropstellende, mocht je daar dan eigenlijk op die manier zo in het leven staan, dan denk ik ten eerste, ik denk persoonlijk dat dat niet de allerbeste keuze is. Maar mocht dat dan nog wel zo zijn, zorg in ieder geval dat je die dagen daarna jezelf dus wel hydrateert, maar ook gewoon genoeg mineralen binnenkrijgt. Hè? Ja. Zout, magnesium, zink, allemaal dat soort dingen weer. Ja, want als we gaan kijken naar een kater, die koppijn die je meestal hebt, dat is dus eigenlijk gewoon van uitdroging. Ja. Dat je toch gewoon een tekort aan vocht hebt. Ja, tekort aan elektrolytes. Oh, elektrolytes. Dat is het, ja. Dat heb ik wel eens zien staan op van die drankjes. Want die elektrolyten, dat is een... Kan je uitleggen wat dat zijn? Elektrolytes zijn eigenlijk een mix van mineralen en zouten. Mm-hmm. Die ervoor zorgen dat dus ook weer het lichaam weer hydrateert. De hersenen weer genoeg kunnen hydrateren om te functioneren. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dus eigenlijk dat je pijn in je pan hebt, is eigenlijk gewoon dat je hersenen tekort aan die elektrolyten hebben. En daardoor uitgedroogd en tekort aan, ja. Ja, dus wat zou jij bijvoorbeeld adviseren aan de groeimaat die gisteravond een tentfeest heeft gehad? Not me. En vanochtend met een kater is wakker geworden wat hij moet eten. Of in ieder geval drinken. Ja, vooral drinken inderdaad. Ik zou zeggen, sla een krat Aquarius in. Oh, daar zit een elektrolyt in. Ja, dat zijn elektrolytdrankjes. Ja. Ah, oké. Dus je zou eigenlijk gewoon een Aquarius moeten nemen. Ja. Maar zou dat dan beter niet al voordat je gaat slapen naast je bed kunnen zetten? Ja, dat kun je ook zeker doen, ja.
En dan een litertje water daarna en dan bijvoorbeeld, doe je frisse fruit op de dag. Daarna. Of in ieder geval gewoon een litertje aquarius, dan zit je sowieso altijd wel goed. Ja, en als je die vitamine waar je dan tekort aan hebt, want dat zeg je ook, dat die mineralen, daar heb je dan tekort aan, vitamine zijn... Nou, die plas je dan ook, omdat je dus excessief ook moet plassen, dan plas je die ook allemaal veel weer mee uit. Ja. Welke, wat voor voedingen zou je de volgende ochtend kunnen nemen om dat weer enigszins aan te vullen? Dus voeding, niet per se vitaminesupplementen, maar... Ja, wat je ook vaak hoort, hè, of dat mensen graag naar vette hap neigen. Ja. Dat is niet per se de oplossing, zeg maar. Het is wel lekker en het is ook niet slecht of zo op dat moment, weet je. Maar mocht je echt die kater willen behartigen, zeg maar, dan is het belangrijk dat je in ieder geval maaltijd voorziet van bijvoorbeeld ijzer... En dan ook weer die mineralen, die micro's, magnesium, zink, dat soort dingen, vitamine D3. Ja, precies. Ja. Ja, ik krijg altijd te horen van rood vlees en eieren, omdat daar vitamine B12 in zit. Ja, ook, ja. Dat is ook altijd, je kan dat beter nemen dan dat je de volgende nog naar de McDonald's gaat, volgens mij. Ja, zeker, ja. Ja. Het probleem alleen met vitamine B is dat het ook tegenwoordig in heel veel drankjes ook wordt toegevoegd. Hè, zoals vitamine B6 en B12. Ja. En dat ook daar weer het probleem kan verschuilen is dat je daar weer een overschot aan krijgt. Ja. En wat heeft dat voor effect op je dan? Nou, ik heb bijvoorbeeld een keer een klant gehad die had een overschot aan B6. En die kreeg bijvoorbeeld... Hoe kom je daarachter? Ook door die bloedtesten? Nou ja, die kreeg dus klachten. Oh, okay. Pijn op de borst en dat soort zaken. Een beetje paniekaanval, symptomen, dat soort dingen. Okay. En toen liet hij dus zijn bloed onderzoeken. En toen bleek dus inderdaad een overschot aan B6. Ja. Maar hoe kan dat dan zorgen voor pijn op de borst? Heb je dan problemen met je hart? Dat zijn symptomen van dus een overschot aan die vitamine, ja. Oké, okay. Aha. Oké, okay. Want we hadden natuurlijk over alcohol en progressie en wat voor invloed daarop heeft. Want alcohol zorgt er ook voor dat je eiwitsynthese met minimaal 48 uur wordt uitgesteld, toch? Ja, klopt, ja. Ja. Kan je dan beter niet gaan trainen als je die dag gaat drinken, zeg maar? Ja, zeker. Ja. Want wat er eigenlijk gebeurt, correct me if I'm wrong, maar je gaat dan 's middags trainen. Je maakt scheurtjes aan in je spieren, om even zo te zeggen. Even een Mickey Mouse taal. En die zitten eigenlijk te wachten op eiwitjes om aangevuld te worden. Ja. Alleen als jij gaat zuipen, alcohol, dat zijn snelle koolhydraten, die krijgen voorrang op die eiwitten binnen jouw stofwisseling. Ja, je belemmert het herstelproces en die eiwitsynthese, dus die je op dat moment heel hard nodig hebt. Ja. Omdat die spieren weer moeten herstellen, ja. Nou, dus eigenlijk kan je het beste gewoon die dag zelf niet gaan drinken voor de maximale progressie. Nee. Zou je er heel veel van merken? Nee. Waarschijnlijk niet, want je blijft dan denk ik gewoon op hetzelfde punt staan als waar je stond. Ja, kijk, we hebben het echt, we hebben het hier over kleine percentages. Maar dat zijn wel percentages die voor ons groeimaten belangrijk zijn. Ja, maar als je aan een wedstrijd mee zou doen, dan zou dat niet kunnen. Uit een boze. Ja, uit een boze. Ja. Ik zie jou als coach al helemaal boos op iemand, helemaal van rot schelden. Ja. Ja, want als je dan, zeg maar, want dat is in principe... Als je dan bijvoorbeeld net begint en je hebt zo'n levensstijl, dan zou je dat wel moeten aanpassen. Want anders zou je echt, denk ik, een hele trage progressie zien. Kijk, er zijn gasten die ken ik. Die kunnen zichzelf helemaal de kop eraf zuipen en die groeien alsnog. Ja. Vind ik heel bijzonder. Maar, maar dan heb je dus eigenlijk gewoon een hele snelle eiwitsynthese dan, denk ik. Of, dat sowieso. Er zijn heel veel factoren. Ik kan heel veel termen er weer in gaan gooien nu. Maar dat maakt het gesprek heel moeilijk. Oh. Maar dat heeft met zoveel factoren te maken. Je hebt bijvoorbeeld mTOR die de eiwitsynthese regulatie doet en dat soort zaken. Okay. Dus, en dat kan bij sommige jongens dan die kan bijvoorbeeld heel hoog zijn, ja. Oké, okay, en dan gaat dat eigenlijk, dat proces gaat sneller. Ja, exact. Dus dan kan eigenlijk bij wijze van spreken is de eiwitsynthese al bijna praktisch voltooid voordat het eerste biertje naar binnen gaat. Ja, dat kan, ja. Het is sowieso wel een proces natuurlijk, hè. Dus het is niet zo dat als jij gaat trainen, dat dan opeens dat proces in gang gelijk gaat. Ja. Het is natuurlijk wel een cyclus, zeg maar. Dus wanneer jij getraind hebt, wanneer je gegeten hebt, na je training, je post-workout maaltijd, hè, dat soort zaken. Dus het is gewoon een cyclus van omstandigheden. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat het dan in één keer na die training in gang gezet wordt. Ja. Ja. Oké, okay, en wat denk jij dat de meeste gymbros niet weten over alcohol, de gevolgen daarvan? Kijk, dit is natuurlijk wel een algemene mythe. Het is eigenlijk geen mythe, maar gewoon een algemeen gebruik van als je gaat zuipen, kan je, of in ieder geval als je sport en je zuipt ernaast, dan groei je niet of groei je minder snel. Ja. Maar wat zijn nog meerdere dingen waarvan je denkt van, nou, dat weten best wel heel veel mensen niet over alcohol?
Dat weet ik niet of het echt zo is hoor, maar ik heb dat nooit onderzocht. Maar je hoort ook wel eens vaak in de wandelgangen dat heel veel alcohol ook weer je oestrogeen doet verhogen. Ah, dat verklaart Gino. Nee, Oké. En hoe zou dat dan? Of weet ja, je dan, in hoeverre dat waar is, durf ik niet te zeggen, maar dat hoor je nog wel eens regelmatig, ja. Hmm. Okay, en dan, dat daar schijnt ook de reden vandaan te komen dat je dan opeens heel slecht gaat rijden natuurlijk. Omdat je meer vrouwelijke hormonen hebt. Oh jongens, we worden gecanceld. Nee, dat was een grapje. Hij meende het niet. Nee. Maar verder wat betreft alcohol. Kijk, je hebt natuurlijk in principe twee keuzes als je naar feest gaat. Dan alcohol gebruiken, maar je kan ook drugs gebruiken. Ja. En heel vaak, alcohol kan je gewoon kopen in de supermarkt. Drugs verboden. Dat is natuurlijk een andere discussie, want alcohol is eigenlijk ook gewoon een hard drug. Ja. Dat is ook gewoon echt tering slecht voor je. Sociaal geaccepteerde gebruik. Drugs, ja. Eigenlijk wel, ja. Maar wat zijn bijvoorbeeld de effecten van, als je daar verstand van hebt, drugs op onze progressie? Daar durf ik niet zo heel veel over te zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel in de buurt komt bij alcohol. Ja. Want heel vaak zie ik dan bepaalde groeimaten die zeggen van ja, ik ben nu aan het droog trainen. Zaterdag heb ik weer een festival. En die staan dan de hele dag. Hebben ze iets genomen, waardoor ze niet kunnen eten. Ja. Staan ze te kaakschaatsen. En dan hebben ze in principe 2000 calorieën verbrand op zijn dag. Ja. Hebben ze alleen niet zo heel veel gegeten. Niet heel goed voor je. Maar heeft het eventueel ook nog andere effecten op je wat niet goed voor je is? Nou ja, wat ik me dan zo kan bedenken is inderdaad, als je niet kan eten doordat je aan de druk zit, ja, dan heb je eigenlijk het probleem al. Want je kunt er dan weer niet voor zorgen dat die eiwitsynthese ook weer aan blijft, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat sowieso probleem 1 is. Hè, dat je dan niet meer in een anabolische fase zit, zeg maar. En dat je dan... anabolische fase, dat is dat je... Ja, dat je eigenlijk het woord voor groeien, toch? Ja, exact. Van, ja. En een anabolische fase is dan een groeifase. Exact, ja. Dus dat je eigenlijk in een herstellende, groeiende fase zit. Mm-hmm. Dat als jij een paar uur of een hele dag niet kan eten, en je beweegt veel en je drinkt weinig, ja, dan raak je natuurlijk in een katabolische stand. Ja, katabolisch is de krimpfase. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Okay. En dan hebben we het hier ook alweer over kleine percentages. Maar goed, zijn wel belangrijke dingen. Heb jij cliënten die festivalletjes afgaan? Zeker, ja. Valt dat te combineren? Dat is een double-edged sword, zeggen ze dan. Hè? Als je een cliënt zou hebben en die zou zeggen, stel hè, er gaat één van de twee gaat gebruikt worden, alcohol of drugs. Wat zou je dan zeggen wat je het beste, of wat het minst slecht voor je is? En ik ga niet zeggen het beste, maar... Dan hebben we het over een wedstrijdatleet, toch? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ik denk dat ik zou zeggen, get your priorities straight. Het geen is, feestjes. Het is het een of het of ander. Nuchter, ja. Kan ja, ook, of hè? Nuchter. Ja. Niet altijd dat gebruiken. Nee, zeker. Ja. Oké, want heb je wel, want als je dan, heb je er bijvoorbeeld zelf ook ervaring in dat je bijvoorbeeld ziet dat de progressie stagneert bij bepaalde clients van je of mensen die je dan coacht, omdat ze dan nog steeds naar die festivals gaan? Nee. Dat is dan wel weer zo. De groep mensen die ik begeleid, die zijn over het algemeen wel actief wedstrijdatleet en dedicated. Ja. Dus als ze dan een keer naar een feestje gaan, dan is het heel sporadisch. Dus daar durf ik... Met een meal prep bakje daar. Ja, ja. Ja. Boterham in de sokken en zo. Boterham in de sokken. Oh, nice. Ja, ja, want je hebt zelf ook nooit dat festivalleven... ben je nooit ben afgegaan? Ben ik heel laat pas gaan ontdekken, ja. Okay. En dan heb ik het over 2018 pas. En de jaren daarvoor was ik eigenlijk zo focused en dedicated op bodybuilding. Ben ik nog steeds wel. Mm-hmm. Maar festivals en drugs hadden geen plek in mijn leven op dat moment. Vind jij dat... Kijk, het leven gaat natuurlijk om balans. Ja. En je moet het leuk hebben. Maar vind jij dat als je voor de maximale progressie... laat ik het zo zeggen, voor de gemiddelde groeimaten... die lekker willen gaan trainen... En een beetje groeien. Denk je dat een festivalletje daartussen past? Ja, zeker. Dat komt omdat ik dat eigenlijk zelf ook ben gaan ontdekken vanaf 2018. En ik had dus ook voor die tijd nooit drugs gebruikt. Mm-hmm. En ik was best wel tegen daarop zelfs. Totdat ik dus 2018 ik ging naar, was het nou Decibel? Oh ja. Ja, dus toen dacht ik, weet je wat, laten we eens een keer even gek doen.
En toen heb ik het licht gezien, zeg maar. En ben ik wel gaan realiseren, oké, als je dus inderdaad die balans goed houdt, dan kan dat op zijn tijd wel gewoon plek hebben. Ja. En wat zou de maximale frequentie zijn van je zegt van, oké, je moet niet vaker dan zo vaak naar zo'n festival gaan? Al zou je de balans willen hanteren? What up, groeimaat? Sorry dat ik je onderbreek tijdens deze geweldige podcast. Vind je onze content nou leuk en wil je ons supporten? En wil je de hoogste korting op jouw supplementen merken? Ga naar www.sportpoeder.nl voor de lekkerste korting op jouw favoriete supplementen. Geniet verder van de aflevering. Ciao! Ook vooropstellende natuurlijk dat we ook rekening moeten houden met de neurologische schade die je oploopt van drugs. Ja. Wat bedoel je dan eigenlijk precies met neurologische schade? Ja, de neurologische schade die bijvoorbeeld de ecstasy of speed kan brengen aan de neuronen in de hersenen, zeg maar. Daar kan je best wel echt een tik van krijgen. En dan zul je het niet per se merken of doorhebben. Maar je moet maar net bij die kant zitten waarbij je het wel merkt. Ja. En dan kun je daar op lange termijn ook gewoon last van krijgen. Maar wat zei je nou? Wat de hoeveelheid is dat je maximaal kan gaan? Dat ook een beetje in het achterhoofd houdende. Ja, en dan klink ik misschien heel ouderwets en opa-achtig. Een beetje de opa van de groep hier nou, maar één keer per jaar. Eén keer per jaar? Ik weet niet of de groeimaat het daarmee is. Nou ja, de reden dat ik allemaal dit soort vragen stel is omdat onze doelgroep is gewoon heel... Ja. Die gaan gewoon vaak naar festivals en dat is voor hun een beetje de balans. Weet je wel, natuurlijk willen ze ook flaneren met het hardgewerkte werk in de gym. Alleen sommige mensen maken het ook wel gewoon te gek. Weet je wel, die gaan ook gewoon te vaak. Alleen wat zou bijvoorbeeld, misschien een leuke vraag om mee af te sluiten, maar wat zou te vaak zijn... Wat leidt tot neurologische schade? Wekelijks. Ja. En dan hoeveel weken? Om de 2 of 3 weken bijvoorbeeld? Of? Ja, ik denk als je het om de 3 weken doet, dat het nog wel vrij frequent is. Ja. Ja, dus eigenlijk zou je zeggen max 1 keer in de maand. Ja, als je echt gek wil doen. Ja, precies. Okay. Nou, festivalseizoen is alweer voorbij, dus dat scheelt ook. Alleen in de zomer is het gewoon elke week wel 1 of 2 keer in de week. Dan hoef je niet eens je best te doen. Dan kun je ieder weekend... Defcon is zelfs 4 dagen of zo, volgens mij. Ja. Dan moet ik even naar de cameraman kijken, maar voor mij is Defcon al 4 dagen. Maar dat heb ik ook nooit begrepen, hoe dat precies werkt, zeg maar. Want dan ga je 4 dagen, ja. Maar gebruik je dan ook echt... Zijn er dan mensen die letterlijk 4 dagen drugs gebruiken achter elkaar? Ja, die pakken door. Ja. Die maken een soort heel breed scala aan dingen. En die gaan dan overdag gebruiken ze een normale groetje. En dan s'avonds gebruiken ze iets om door te trekken. En weet ik veel wat allemaal. Ja. Ik heb er zelf te weinig verstand van om erover te oordelen. Ik hoor alleen al die verhalen. Ik gebruik zelf niet. Maar dat kan ook gewoon lekker prietje nemen, jongens. Dat is gewoon prima. Dat is gewoon beter voor je. En pre-workout met DMAA erin. Nou, dat zou ik dus niet adviseren. Die kan je niet kopen in Nederland. Nee. Ik heb er toevallig van de week een artikel over geschreven. Waarom je eigenlijk pre-workout met DMAA wil vermijden. Wat heeft dat voor effect dan, die DMA? DMA wordt eigenlijk gezien als, als je dat neemt, dan krijg je superfocus. Je kan die workout lekker doorknallen. Alleen de nadelen van DMAA is dat de bloedvaten vernauwen. Dus het is direct prestatie verslechterend. Ja. Dat is 1. En ook lange termijn bijwerkingen kunnen bijvoorbeeld hartkloppingen zijn. Die kunnen leiden tot, als we het heel zwaar gaan bekijken, naar hartfalen. Dat soort dingen. Ja. Dus het is ook wel echt iets wat je gewoon beter niet in je pre-workout kunt nemen. Eigenlijk gewoon alleen maar legale dingen nuttigen. Ja. Ik denk dat dat een goede les is om mee af te sluiten. Nou, Jonathan, bedankt weer voor je aanwezigheid. Jij ook. Groeimaten, bedankt voor het luisteren en voor het kijken. Heb je nou geluisterd? Laat even 5 sterren achter op voor Spotify. Ben je nou aan het kijken via YouTube? Laat even een blauw duimpje achter en abonneer. En we zien jullie de volgende keer weer. Ciao. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door XXL Nutrition.